Ik vind het niet chill. Yo kijkers van Marcel zijn, welkom terug bij een nieuwe aflevering van de Minecraft Survival. Op vorige aflevering zijn we begonnen met het maken van steen, waardoor wij stone bricks kunnen maken. En die dus gewoon gezellig mee kunnen nemen naar ons kasteel toe. Daar zijn we uiteindelijk mee bezig. Wij proberen een heel groot kasteel te bouwen. Maar daarvoor heb ik al die plannen en zo. Daar wil ik zoveel mee doen. Maar echt heel erg veel. Gewoon verschrikkelijk veel. Dus ja, dat is een beetje een probleem. Kan ik echt niks meer kwijt verder? Ah, kijk. Toch wel. Maar dat is het probleem een beetje. Ik wil heel erg groot. En dan heb je dus echt heel erg veel nodig. Dus ik zit een beetje met ja, hoe we dat allemaal gaan doen. Want het kasteel moet echt heel erg groot worden. En daar heb ik dus ook heel veel stone bricks voor nodig. Deze is er al bijna doorheen. Hoe krijg je dat voor elkaar? Dat vind ik heel knap. Want deze zit nog de helft. Heb ik daar maar een halve stack in gegooid of zo? Denk het wel. Kan haast niet anders. Kijk, zie je? En die heb ik pas als laatst gevuld volgens mij. Nou ja. Maar niet uit. We gaan gewoon weer lekker minen. Ik denk dat dat handig is om te doen. En dan gaan we zo meteen gewoon kijken hoe ver wij komen met onze stone bricks. Zo, let's go! We gaan ons mooie nieuwe iron pickaxe gaan we gebruiken. En dan gaan wij gewoon eens eventjes meer steen halen en ook meer kool. En hopelijk ook een paar diamonds nog erbij hakken. Dat zou wel heel erg fijn zijn, want dan kan ik gewoon een diamond pickaxe maken. En misschien meer diamond shit. En dan zou ik dus eventueel de nether in kunnen gaan. Dus dat zou ik op zich wel fijn vinden. Ik hoor een enderman. Dat is niet heel erg fijn. Ik weet niet waar de beest zit. Dat is een beetje een probleem. Want als je hier onderaan zit. Oeh, spannend. Het begint af en toe is het best wel eng hoor, hieronder, vind ik. Ja, want eenmaal een beestenarmy op je afkrijgen en je zit gewoon vast. Maar ook echt vast. Niet een klein beetje, gewoon helemaal. Dat is het punt. Dus als je eenmaal beestjes achter je aan hebt, dan moet je ze neerhakken. En daar ben ik niet altijd goed in, ik ben meer van het weglopen. En ik denk dat de meeste van jullie dat ook wel weten. Ik hou niet zo van die beestjes. Dus ik probeer ze vaak zoveel mogelijk te ontlopen, maar dat wil niet altijd even goed. Dus dat is best wel jammer. Even wat opvullen weer. En eens even kijken of wij misschien nog wat meer kunnen halen. Cobblestone hebben we sowieso nodig, heel veel. Dus als wij veel cobblestone zouden kunnen halen, zou wel fijn zijn op zich. Maar we hebben net zoveel diamonds nodig. Of nou ja, net zoveel. We hebben diamonds hebben ook heel veel nodig. Zonder diamonds kom je ook nergens. Tenminste, niet op de manier waarop ik het wil. En diamond dingen gaan gewoon veel langer mee. En als we die gaan enchanten, kunnen ze ook veel sneller. Dus dat zou ook wel fijn zijn. Dus ja, dan kunnen we daarmee weer een soort van upgrade hebben als het ware. Dus als we dat hebben, zou het wel chill zijn. Ik hoor hier een spin. Zolang die niet bij mij komt, vind ik hem prima. Maar ik vrees het ergste. Oké, we zijn in ieder geval level 20 nu. Ik hoor ze gewoon. Dit is niet chill. Oh man, ga weg. Alsjeblieft, ga weg. Dit is echt niet fijn. Ik weet echt niet waar ze zitten, joh. Ik vind het niet chill. Ik ga eventjes een andere gang nemen. Oh man. Dit is echt niet chill. Ja, noem me een pussy. Ik ben ook een pussy. Een keiharde pussy. Maar ik vind het echt niet. Ik vind dit echt niet chill. Dit vind ik niet kunnen. Dit accepteer ik niet. Ja, nou echt waar. Ik vind het echt zo niet fijn. Ja, maar dat zal wel weer aan mij liggen. Maar goed, maakt niet uit.
Weet je, ik ga gewoon mijn best doen en dan hopelijk komen we er doorheen. Met z'n allen. Hopelijk kunnen jullie mij helpen. Kijk, we hebben in ieder geval gold. Die steun hebben we in ieder geval. Zo, dat scheelt in ieder geval een hele hoop. Even dit er dicht gooien. Een beetje netjes houden hier allemaal. Zo. Moeten er nog meer mensen langs? Echt waar, Marcel? Nee, eigenlijk helemaal niet. Dat is hier. Oh, hallo. Gang. Leuk gang. Daar was mijn crafting table plekje en zo. Daar ben ik nog aan. Even een torch dumpen. En dan shit weghalen. Hey, ja hoor. Zo, hoppakee. Allemaal leuk en aardig. En dan hopen we op goede shit. Dat zou ik op zich wel op prijs stellen. Kom op, waar zijn die diamonds? Geef mij die diamonds. Give and see me a diamond, ja. Oh, oeps. Juist. Hallo? Denk ik. Die kool laat ik maar even zitten, denk ik. Ik hak maar gewoon eventjes een beetje door. Met het zicht op lava vind ik het niet heel erg fijn. Dus, net zoals monsters vind ik ook niet heel erg fijn. Maar die zijn er ook gewoon. Daar kun je ook niks aan doen. Nee, het is gewoon een natuurlijk verschijnsel. Net zoals insecten in de zomer. Bah, verschrikkelijk. Echt, die beesten zijn zo irritant. Maar goed. Kijk, aan de andere kant heb je natuurlijk weer de konijnen. Die je als huisdier kan nemen. En dan... die zijn gewoon lief en grappig. En lui. Dat sowieso. We hebben een konijn, maar dat beest is lui. Niet normaal. Echt ontzettend lui. Maar goed. Maakt niet uit. Daarvoor is hij een konijn, hè. Hij mag dat. Zolang je maar niet de mensheid lastig valt, heb ik er geen problemen mee. Dus, wat voor huisdier hebben jullie eigenlijk? Hebben jullie wel een huisdier? Dan vraag ik me een beetje af. Laat me weten in de comments. Hebben jullie een huisdier? Daar ben ik wel benieuwd naar. Want zo ja, dan kunnen we daar best een keertje een goed gesprek over hebben, toch? De huisdieren zijn wel leuke beesten, vaak. Zoals konijnen. Ik vind konijnen echt grappig. Ja. Konijnen zijn ook zacht. Tenminste, het konijn wat wij hebben. Dat is echt heel erg zacht. Alsof het gewoon een kus is. Ja. Maar hij doet helemaal niks. Dat is het grappige eraan. Hij doet echt niks. Dus ja. Ik weet niet of je dat grappig kunt noemen trouwens. Ik vind het wel grappig. Maar ik vind mezelf ook grappig. Dus. Heb ik nog eten? Ja. Schapenvlees. Yummy, schapenvlees. Nou, en nu hopen dat we geen monsters tegenkomen. Ik heb nog steeds geen diamonds gehaald, hè. Oké, eens even kijken. Zijn er hier beesten? Zijn er hier dan ook beesten in de buurt? Ik hoop het niet eigenlijk. Maar ik ben bang van wel. Ik ben namelijk bang dat het weer donker is. En dat vind ik nooit echt chill. The darkness falls across the land. The midnight hour is close at hand. Laat me weten in de comments waar dat vandaan komt. Ik ben benieuwd of jullie dit kennen. Vast wel. Als je het niet kent, dan mis je wat in je opvoeding. Dat zaten mijn ouders laatst ook tegen mij. Oké, hallo allemaal. Daar staat een creeper. Ik zie daar een spin. Er staat een zombie daar bij mijn deur. Oh, geweldig. Ik wil slapen, chef. Laat me gewoon slapen. Jee, Marij. Waarom mag ik niet slapen? Ik wil gewoon pitten. Maar dan... Oh, nee, dat mag dan weer niet. Want er zijn monstertjes in de buurt. Oh. Is de game bang voor monsters of zo? Ik wel. Maar probeer dan. Hè? Zo. Mag ik nu pitten? Nee. Oh, jij wil ook nog aandacht? Hier, alsjeblieft. Zo, nu dan. Laat me gewoon slapen! Waar gaat het fout? Oké, laten we dat maar even niet doen.
Er staat er namelijk een creeper. En ik weet niet of jullie het doorhebben. Maar creepers doen boom. Dus weet je wat ik gewoon ga doen? Hoppakee, ik wil slapen. Ik wil gewoon nachtrust hebben. Oh, dat was de verkeerde toets. Ik wil nachtrust. Laat mij, oké? Als ik het zo wil doen, dan wil ik het zo doen. Dan wil ik niet haters hebben. Die heb ik sowieso al. Dus. Even wat stone bricks erbij maken. Wat leuk is dat altijd, hè? Stone bricks. Kijk eens. Hier. Kijk. Oh, wat leuk. Zo, hoppakee. Dat zijn best wel wat stone bricks. Om heel eerlijk te zijn. In ieder geval, jongens, hartstikke bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Druk even dat duimpje omhoog als je deze video leuk vond. Ik vond het wel weer leuk. En dan zie ik jullie graag binnenkort weer terug bij een nieuwe aflevering van de Minecraft Survival. Dus, ja, bedankt voor het kijken en tot later.